Meneer Mark Eyskens, u bent premier geweest van België in 1981, daarna minister van Buitenlandse Zaken. We zijn bij u thuis. Het is anno 2014 en kunt u even een korte rondleiding geven door dit bijzondere huis? Wel kijk, bijzonder, dit is mijn kantoor waar ik heel veel uren slijt. En dat staat dus vol boeken, dus is dat ook mijn computer, mijn laptop. Ik heb heel veel boeken in dit huis. Ik heb altijd met boeken gewerkt, ook omdat ik college heb gegeven aan de universiteit gedurende 35 jaar. En dus in dit huis bevinden zich wellicht 4000 boeken. Op kamers boven en ook mijn zolder, die heb ik laten versterken om die boeken te kunnen torsen. Maar ook veel, noem het prularia. Nou, we komen hier prularia tegen. Prularia, inderdaad. Het zijn echt prularia. Dat heeft die verzamelroyale. Correcte benaming, die hebben niet veel waarde op zich. Maar die hebben voor mij een grote subjectieve waarde. Die heb ik ingezameld tijdens lange tochten in het buitenland, bij bezoeken enzovoorts, ook aangekocht. Bijvoorbeeld hier op dit tafeltje staat het vol met eieren. Eieren? Ja, dat zijn eigenlijk eieren van Fabergé, zo heet dat. Fabergé was een juwelenmaker in het Frankrijk van de 19e eeuw. En die heeft enorm veel van die prachtige eieren verkocht aan de tsaar van Rusland. En als je dus naar het Hermitage Museum gaat in Sint-Petersburg, dan zie je die eieren. En die worden soms verkocht op grote veilingen bij Sotheby. En elk ei gaat om tienduizenden, soms 100.000 euro. Die van mij zijn namaak. Die heb ik namelijk gekocht in China, meer bepaald in Taiwan. En dat kost zo'n ei geen 1.000 of 10.000 euro. Maar u hebt er reeds een heel mooi vanaf 5 of 10 euro. Oké. Okay. En dan breng je die. Maar ik heb daar net gezeten. Ik dacht dat dat echte eieren waren. Ja, gelukkig maar. Ziet, dat maakt indruk. U dacht dat het echte waren. Het zijn valse eieren. Oké. Okay. Maar ze ogen mooi. Ze zijn zo mooi als de echte. Je kunt het onderscheid nauwelijks maken. U heeft hier een aantal prachtige foto's staan van staatshoofden en politici. Waarom heeft u dat? Ja, ik heb boven een hele kamer vol met albums. En hier staan er een paar zo toevallig. Dat is koning Albert, die nu afgetreden is. Ja. Heb ik goed gekend dan president Clinton van de Verenigde Staten, ook afgetreden. Dat zijn van mijn kinderen. Dan heb ik hier nog een foto, heel lang geleden, met koning Boudewijn. Was ik zelf op reis bij president Carter. Dat is dus de president die president Nixon heeft opgevolgd, dacht ik. En de voorzitter van de commissie, Jacques Delors. En dan heb ik hier nog een foto van een Europese topbijeenkomst. Toen waren we met 12 landen. Boeken. Maar over die foto's. Ik bedoel, waarom is het zo belangrijk om deze foto's hier neer te zetten? Ik zie bijvoorbeeld geen foto's van uw kleinkinderen. Maar wel van grootheden. Die kleinkinderen die staan in de woonkamer, in het salon enzovoorts. Hè. In de plaats waar de familie bijeenkomt. Hier in principe ben ik meestal alleen.